Ja, goedemiddag. Even tijd voor een vlog vandaag over het klimaat. Zoals u waarschijnlijk hebben gezien, een stuk in de Telegraaf, waar ik samen met mijn collega CDA-lijsttrekkers van de provinciale afdelingen pleit voor meer realiteitszin in de hele klimaatdiscussie. En helaas is het hele klimaatdebat zo gepolariseerd dat ik eerst even een kleine disclaimer moet maken. Mijn warmtepomp. En nee, mijn buurman heeft geen oordoppen in. En ja, ook met min 18 was het binnen gewoon nog ontzettend behagelijk. En mijn dakisolatie is het dubbele wat wettelijk is voorgeschreven. Kijk, daar liggen ze te shinen. Mijn zonnepanelen, nou ja, shinen. Kortom, wij als CDA-lijsttrekkers vinden het klimaat enorm belangrijk. Maar we moeten wel ons boerenverstand blijven gebruiken. Het moet wel haalbaar, betaalbaar en reëel zijn. Daarom ons dit pleidooi. We kunnen er niet van uitgaan dat iedereen zomaar een elektrische auto kan kopen of dat we zonneweiders kunnen realiseren zonder serieus omwonenden te betrekken. In het belang van het Parijsakkoord, daarom dit pleidooi. Bouwen jullie samen met ons mee?